paars verdedigt in de verkiezingen? Nou, dat vind ik in ieder geval wel ongelooflijk belangrijk dat we dat voortzetten. Dat is één. Dan krijg je een aantal terreinen waar zeer goed voortgang is geboekt. Ik neem het onderwijs. Wat Hermans op het onderwijs doet is cruciaal naar autonomievergroting van die scholen. Ook kwaliteitsverbeteringen. Dus Dijkstal, gaat er niet zeggen dat het Nederlandse onderwijs erop vooruit is gegaan? Ja, dat ga ik wel zeggen. Ik ga wel zeggen dat het Nederlands onderwijs er... Klassen van 32 kinderen, kapotte computers. 4 jaar geleden werd mij beloofd dat er nieuwe computers in de klassen zouden komen. Is niet gebeurd. Ja, u komt er gewoon uw belofte niet naar. Nee, maar het is niet waar. A, is niet waar wat u zegt. Het is wel waar, want ik zie het aan mijn eigen kind. Ik bedoel, nou, het kan per school misschien wel eens verkeerd niet per uitpakken. School, het gaat over heel veel scholen in Amsterdam. Nee, absoluut. Nee. Het is zelfs zo. Dat is echt een beeld wat niet juist is. Nee, dat is heel juist het beeld. Maar goed. Ga door. Nee. Ja, in ieder geval, dus dat zijn belangrijke ontwikkelingen. Nou zijn er ook een aantal terreinen waar de overheid, waar het moeilijk is om daar tot oplossingen te komen. Ik noem de WHO. Ja. Ik noem de uitvoering van het asielbeleid, waar ik ontevreden over ben. U noemde het punt van de onveiligheid. En daar hoort waarschijnlijk ook wel bij dat lastige probleem van de infrastructuur en de files, met name hier in de Randstad. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk hardnekkige onderwerpen waarvan ik ook vind dat daar te weinig aan gebeurd is. Maar u had dus, meneer Kamp het harder kunnen laten spelen natuurlijk, in het laatste debat over het asielbeleid, toch? Dat gaat niet alleen om de heer Kamp, helaas. Want als die zijn zin had gehad, dan was het wel beter geweest. Ja, maar het gaat natuurlijk om de posities die hier ook andere partijen innemen. Maar u werkt dus met partijen waarvan u eigenlijk denkt, jullie op zo'n cruciaal punt hebben jullie het verkeerde voor met het land. Nou ja, wat dat betreft, op dit punt zijn we teleurgesteld. Ja, dat geldt trouwens ook voor de WHO. Dus u zult er bij een voortzetting van Paars op dat punt wederom door de pomp gaan? Nou, we zullen er wel een heel ernstig gesprek over moeten voeren, ja. En dat zal harder zijn dan 4 jaar geleden? Ja, dat denk ik wel zeker, de WHO. Is de WHO en het asielbeleid, zijn dat echt breekpunten voor u? Alles zijn breekpunten. Ja, maar goed. Nee, maar ik ga hier op voorhand niet een soort... Nou, dat zou voor ons kiezers toch wel leuk zijn om te horen. Ja, maar zo werkt het ook niet. Laten we eerst maar eens even kijken hoe de kiezers waarderen wat de partijen hebben gedaan. Ja, aan de ene kant fortuin gelijk geven dat de kloof zo groot is, en tegelijkertijd er niet de kloof willen dichten door enige openheid van zaken te geven. Maar ik geef openheid. Nou, niet echt toch? Jawel, ik vraag u of dat een breekpunt is. Zegt u, alles is een breekpunt. Nee, maar als u kijkt wat wij over de WHO in ons verkiezingsprogramma hebben staan, dat is nogal wat. Wij zijn bereid om aan dit ongelooflijke vreemde probleem in Nederland, ook vergeleken met de landen om ons heen, bijna 1 miljoen WHO'ers, wat aan niemand uit te leggen is, zijn wij bereid de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn. En nou is interessant of de anderen dat ook zijn. Dus ik zou zeggen, vraag eens iemand van de PvdA. Ongetwijfeld is de Partij van Arbeid het niet met u eens. Op dat punt. Nou ja, maar dan ligt die verantwoordelijkheid daarvoor wel bij hun. Maar toch een reden met ze door te gaan of niet? Nou ja, ik vind het in ieder geval wel een heel zwaar punt. Net zoals de financiële discipline. Dat is voor ons ook een heel zwaar punt. Mm-hmm. Dat wij niet los willen laten die financiële spelregels, wetende hoe dat in de jaren 70 en 80 rampzalig voor Nederland heeft uitgepakt. Ja, met andere woorden, u heeft altijd gelijk, maar achteraf. U kunt het niet tijdens de regeerperiode waarmaken. Nou, in deze 8 jaar wel natuurlijk. Wat de zalmnorm zijn... dat is waar. Ja, daar heeft u een punt. Ja. Goed. Nog eens wat. Als we het hebben over gezondheidszorg in Nederland. Hè, je kan wel zo tegen me doen, maar ik ga lekker door. Als we doe ik het ook even. Doe ook eventjes zo, dat is leuk. Als we het hebben over gezondheidszorg in Nederland. Ik heb al gezegd dat mevrouw Borst een groter gevaar is voor de Nederlandse volksgezondheid dan Bin Laden. Chargerenderwijs. Oh, gelukkig. Waarom functioneert het toch zo slecht? Na 8 jaar Paars. Nou ja, kijk, ook daar moet je oog hebben voor hoe ingewikkeld het stelsel is. Het probleem van onze zorgstelsel is dat het volstrekt onduidelijk is wie uiteindelijk bevoegd en verantwoordelijk is. Zodat, als het goed gaat, staat iedereen natuurlijk voorop om te zeggen, nou, hier is het toch wel heel goed gegaan, dankzij mij. En als het fout gaat, geeft niemand thuis. Ja. Nou, heeft de minister een bepaalde bevoegdheid, een bepaalde beïnvloedingsmogelijkheid, maar daar zitten ook weer grenzen aan. Ja. Wij hebben, om te proberen de kostenontwikkeling in de zorg in de klauwen te houden, hebben we een soort budgetfinanciering gemaakt. En daarvan is de strekking, een ziekenhuis krijgt een budget en daarbinnen moeten ze het doen. Ja, nou klagen die ziekenhuizen weer naar ons toe en zeggen, ja, wij kunnen zo niet werken. Geef ons wat meer vrijheid om het te doen zoals wij het willen doen. En als je zo'n discussie hebt, dan zit je midden in een stelsel. Ja. Dan zit je in de vraag, kunnen we nou niet de zorg bevrijden van al die regels die er zijn? Ik wil dat wel. Andere partijen zijn daar een beetje bang voor, omdat ze zeggen, ja, maar hoe heb je dan garanties dat het mensen toegankelijk en de tweedeling in de zorg, dat vind ik overigens terecht te vragen. Maar daar zullen we met elkaar toch andere systemen voor moeten bedenken dan we dat nu doen. Zeker als je naar de internationale kant kijkt. Want rijke mensen, ja, die vinden natuurlijk nu vaak met hun verzekeraar al makkelijk de weg naar het buitenland. Dat zou ook heel goed werken misschien voor de armere mensen hier als de rijker het op eigen kosten deed, hè, waardoor er meer geld voor hen overbleef. Ja, dat argument kun je gebruiken, maar ik weet niet of we echt willen dat de rijken snel
betere zorg in het buitenland kunnen kopen. Omdat de armen beter verzorgd worden hier. Nou ja, goed, dan kom je langer wachtlijsten zijn. Ja, ja, maar dat is wel een hele rationele aanpak. En of dat zo werkt, dat is toch een vorm van zorg die ik niet in Nederland zou willen hebben. En zo tweedeling tussen arm en rijk. Je kan het niet verkopen. Okay. Nee, maar je zult toch een stelsel moeten hebben voor je eigen land, mm-hmm. waarin iedereen daar meer toegang toe heeft. Nou, is een van de grote problemen in de zorg, vind ik, is dat we de premiestelling vermengen met inkomensbeleid. En daar, zo komt het dat niet meer de prijs wordt betaald voor de zorg. En ik zou willen, dat is die discussie over die zogenaamde nominale premie, dat mm-hmm. we gewoon normale verzekeringspremies betalen en dat degene die daar in inkomen op achteruit gaan, dat je dat herstelt in het fiscale stelsel. Nou, daar ligt nu een heel plan bij de Sociaal-Economische Raad. Ik zou wensen dat we daar met z'n allen op insteken. En dan zal een minister in de toekomst, die zal gemakkelijker kunnen sturen op het deel waar zij verantwoordelijk voor is. En de anderen dragen dan een grote eigen verantwoordelijkheid. Vindt u haar een succesnummer, mevrouw Borst? Nou ja, kijk, ik heb één bezwaar tegen haar vaker geuit, dat vind ik nog wel een beetje, is dat ze te snel, als er geroepen wordt, dit is een probleem, er moet meer geld op tafel, dat daar te snel aan toegeeft. Terwijl de garanties dat als wij geld geven, dat het dan ook op de plek komt waar het hoort, dat die er dan niet zijn. Maar ze is een beetje een windvaantje wat leeft bij de gratie van de dag. Ja, ik hou niet zoveel van die woorden, maar het is precies zoals ik het net zei. Het geeft wel duidelijkheid voor de kijkers misschien, hè? Ja, maar windvaantjes weer verwarrend. Ik vind toch, en het is flauw om terug te komen, u heeft 8 jaar de tijd gehad om dat te doen. Het gebeurt maar niet, hè? Die veranderingen die u voorstaat, ten algemene. Dat zijn de lastige dossiers waarin het zeer moeizaam gaat. Dat is absoluut waar, ja. Waarom gaat dat zo stroperig en langzaam? Ja, omdat wij een veelpartijenstelsel hebben waar soms de mening hopeloos verdeeld zijn. Kijk, als u nou de zorg neemt, misschien even een goed voorbeeld nemen. Het belastingstelsel, wat naar zijn aard ook altijd heel gevoelig is, mm-hmm. daar hebben we ook jarenlang politieke meningsverschillen over gehad. Ja. En het heeft tot eigenlijk deze periode geduurd voordat we aan een nieuw belastingstelsel met steun van het CDA, PvdA, toe konden komen. Bij de zorg zitten we als het ware nog een discussie daarachter. We zitten nog te veel in de ideologische verschillen en we komen maar niet tot een akkoord. Nou is in september in de algemene beschouwing was het heel interessant dat het CDA, D66 en de VVD op dit punt toch langzamerhand gelijkluidende ideeën hebben. We hebben allemaal een beetje toegegeven en er ligt iets op tafel waar we met z'n drie op in willen steken. Ja. De Partij van de Arbeid is nog niet zover. Ik kan dat overigens op zichzelf allemaal wel begrijpen, maar die moet nog een stap zetten. En dan kunnen we misschien eindelijk de doorbraak maken die nodig is. U klinkt altijd een beetje vermoeid over die Partij van de Arbeid, want zij moeten dat stapje nog zetten. Wat is het stapje wat de VVD nog moet zetten in de richting van de Partij van de Arbeid om Paars 3 mogelijk te maken? Ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet zo, omdat wij... Kom op! Ik zou u dat zeggen. Omdat ik vind dat de stap die wij jarenlang niet gezet hebben, in 1994 wel gezet is. Ik vind zelf dat de VVD, ik was daar ook onderdeel van, jarenlang te weinig oog gehad heeft voor wat je de sociale problematiek zou kunnen noemen. En daar bedoel ik met name de marginalisering van groepen in de samenleving. En vaak ook weer in de grote steden dat je dat zag. We hebben toen dat proces van die zogenaamde sociale vernieuwing hebben we gehad. Daar heb ik ook als woordvoerder toen geprobeerd positief op in te steken. Maar of wij daar altijd de boter bij de vis hebben gedaan, dat geloof ik niet. En het regeerakkoord van 1994 heeft eigenlijk die brug geslagen. En dat, wat mij betreft was de VVD daar laat in, maar we hebben het wel gedaan. Dus de VVD heeft nu wel genoeg gedaan? De Partij van de Arbeid moet nu komen? Nee, ik vind dat wij op dit punt samen goed kunnen optrekken. Maar ten algemene heb ik het over? Ja, dan heb ik het over een specifiek probleem als de WHO en het zorgstelsel. Op financieel-economisch beleid vind ik dat met de Partij van de Arbeid zeer behoorlijk gewerkt is. Maar de vraag was er nu, waar moet de VVD nu de Partij van de Arbeid in tegemoet komen? Wil Paars 3 mogelijk zijn? Ik weet niet of zij nou nog veel aan ons te vragen. Ik heb daar nog weinig van gehoord. Ja, op de grote vraagstukken die u terecht noemt, heb ik ze nog niet gehoord. Oké, dus eigenlijk is het is al bepaald. Het is beter dat zij meer naar ons toe geven. Het is eigenlijk al bepaald, hè? Dat Paars 3 komt er wel. Nou, dat weet ik niet. Laten we nou maar eerst eens die uitslag van die... Nee, ik hoop dat niet, want ik vind het goed als het systeem weer opengebroken wordt. Dat dus maakt ons allemaal scherper. De VVD in de oppositie. Dat zou een consequentie kunnen zijn. Okay. Maar ik wil ook gezegd hebben dat na zoveel jaren dat we elkaar verketterd hebben, ik vind dat de VVD en de Partij van de Arbeid in de afgelopen 7 jaren, bijna 8 dus, zeer behoorlijk samengewerkt hebben. En dat verdient voortgang? Ja, als de kiezers daar de mogelijkheid toe geven in aantal. Zou u een goede oppositieleider zijn? Ik heb een hele goede herinnering uit de tijd dat ik samen met Bolkestein de oppositie... Ik zou er niet tegenop zien, absoluut niet. Oké. Mijn laatste vraag. Ik heb hier Franke Halsema van GroenLinks gehad en die vond u een schat.
Zoals ze dat letterlijk uitdrukte. En toen vroeg ik haar, zou u verliefd kunnen worden op een VVD'er? Toen zei ze uitgesloten. Zou u verliefd kunnen worden op iemand van GroenLinks? Absoluut. Dank u wel. Dank u wel. Hij is een charmante toeteraar, een goed bestuurder, iedereen houdt van hem. Maar kan hij het gevaar fortuin keren? Kan hij voorkomen dat de rechtervleugel van de VVD leegloopt? Beoogd premier Hans Dijkstra. Meneer Dijkstra, waarom zou Salm een geschiktere premier zijn dan u? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben beide niet voor het vak gestudeerd. Dus het is niet zo gemakkelijk aan te geven wie van de twee of mogelijk anderen op voorhand al een garantie geven dat ze beter zijn dan de ander. Ja, maar ik heb het over u en Salm. Wat denkt u zelf? Nou, ik vind wel dat Salm een aantal zeer sterke kwaliteiten heeft. Hè. Het is een, ik vind dat hij heel goed communiceert met mensen, ook in vergaderingen. Zeer goed en snel begrijpt wat anderen willen en waar ze voor staan. Dus, en het tweede wat ik erg goed van hem vind is dat hij ook een beetje kan relativeren. De humor en de lach die hij heeft is ook bedoeld natuurlijk om ook weer te relativeren wat je doet. Dus al relativerend, hij is eigenlijk geschikter dan u? Nou, ik vind hem wel erg goed, ja. Maar u vindt ook dat hij geschikter is dan u? Ja, maar het punt is dat het, als wij straks daarover moeten oordelen, want het wordt een interessante vraag na de verkiezingen, zoals u weet. Dan is de legpuzzel iets ingewikkelder dan alleen maar om die vraag. Dus, ja. Nou ja, maar goed, het zal toch een geheime ambitie van u zijn om premier te worden, of niet? Nee, geen geheime. Geen geheime? Zelfs dat niet. Dus u bent openlijk, u wilt premier worden? Nou ja, kijk, het is met dit soort dingen zo dat het niet meer alleen gaat op wat je wil. Het gaat om bepaalde belangen die vertegenwoordigd moeten worden. En dat is ook met andere posten, neem financiën of andere belangrijke posten, dat is het eerste. En het tweede waar je ook naar moet kijken is natuurlijk of er evenwicht zit in het team wat je dan uiteindelijk, als je in een kabinet komt, in dat kabinet komt. Dus wat ik wil zelf is maar één heel klein stukje van het geheel. Ik moet zorgen dat het allemaal goed in balans zit. Dat zal mijn rol worden. Dus dan kunt u eigenlijk beter in de Kamer blijven? Dat moet zeker niet uitgesloten worden. Oké. Stel nou een merkwaardig noodlotscenario, maar het zou kunnen. De VVD wordt de grootste partij na de komende verkiezingen. En dat is reden voor de Partij van de Arbeid om met het CDA, GroenLinks en D66 verder te gaan. Ja. Is dat een reële optie of vindt u dat bijvoorbeeld onzin? Nou, ik vind niks bijvoorbeeld onzin, omdat ik weet dat na verkiezingen het soms zeer ingewikkelde onderhandelingsprocessen zijn. Maar mijn vraag is, speelt het in uw achterhoofd? Nou, nee, het speelt niet in mijn achterhoofd, want dan zou de consequentie moeten zijn van die redenering. Tweede worden. Ja, tweede worden. Nou is het heel raar om campagne te voeren en te zeggen, we gaan vooral tweede worden. Wij gaan gewoon campagne voeren, wij proberen er zo sterk mogelijk uit te komen. En ik zou het wel, dat wil ik wel zeggen, ik zou het raar vinden als andere partijen, uitsluitend omdat wij de grootste zouden zijn, zoals u het schetst, dan om die reden zouden we zeggen, daar moeten we niet mee samenwerken. Bespeurt u een grotere trouw aan de paarse samenwerking bij u dan bij uw tegenstrevers van de Partij van de Arbeid? Nee, nee, nee. Kijk, wij zien elke week de enquêtes. We kijken allemaal naar wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En een coalitie Partij van de Arbeid, CDA of VVD-CDA is niet mogelijk op grond van de... Dus dan krijg je andere ingewikkelde constructies met derde partijen erbij. Nou, GroenLinks is natuurlijk interessant punt op dit moment, D66. En als dat dan ook niet kan, dan zijn natuurlijk al heel gauw Partij van de Arbeid en VVD zitten weer bij elkaar aan tafel. En dat weten we natuurlijk ook van elkaar. Dus we houden de opties open. Het enige wat ik wel vind is dat je reëel moet zijn over de inhoudelijke afstand die er bestaat. En dat is ook de reden waarom ik over GroenLinks zeg dat ik niet zo gauw zie hoe wij met GroenLinks tot een akkoord kunnen komen. Nee, u acht GroenLinks toch heel uitgesloten? Ja, niet zozeer principieel als partij, natuurlijk niet. Maar wel als ik naar het programma kijk, dan moet ik gewoon eerlijk zijn. De belastingstelsel en de veiligheidspolitiek en de dit en de dat. Dat gat is te groot. Is er een soort mentaalmoeheid bij Paars? Nee, dat vind ik helemaal niet. Kijk, je moet wel goed kijken of mensen lang op een stoel zitten. En dat daar weer eens vernieuwing in moet komen, ook in een kabinet. Maar ik vind bijvoorbeeld Kok. Die gaat nou weg, omdat men vindt dat het nou genoeg geweest is. Ik vind toch wel dat hij het erg goed doet. Hij ik vond denk, zelf dat het genoeg geweest was, dacht ik. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel altijd... Is hem dat ingefluisterd? Ingefluisterd. Kijk, hij heeft zelf meegemaakt hoe, vooral de derde periode van Lubbers, daar zat hij heel dichtbij. Hoe erg dat was. Ja, maar goed, nou is... Heeft u hem trachten over te halen, Kok? Blijf. Nee, maar ik heb absoluut ook niet gezegd dat van ons uit bekeken ik ook vond dat het genoeg is geweest. Zeker niet. Ja. Uh-huh.
Zullen we het even over uw minister van Justitie hebben? Want de afgelopen dagen een hoop hijsa in de Kamer. Als ik als eenvoudige kiezer nou eens aan u voorleg, hoeveel miljoen moet ik de samenleving oplichten om met een boete van 1 miljoen van af te komen of inderdaad vervolgd te worden? Wat is de grens zo langzamerhand? Ja, en hoe kan een minister van Justitie die klasse justitie verdedigen? Ja, in de eerste plaats, dat vond ik ook wel een heel onzuiver element in dat debat in de Kamer van de week. Ik praat niet over de kranten, maar in de Kamer. Is dat ik niet zo graag zou willen dat wij ministers van Justitie hebben die zelf in individuele strafzaken gaan treden en individuele schikkingen gaan maken. En dat dreigt nu te gebeuren. Want als je dit nu doet bij dit geval, dan zouden we dat straks ook bij een ander geval... Maar het is ook heel flagrant wat er gebeurt, toch? Ja, want ik kom daar zo op. Dus je moet uit blijven gaan van wat ze dan noemen de autonomie van het Openbaar Ministerie, ja, om dat zelf in individuele gevallen te doen. Nou kun je wel achteraf beoordelen of je vindt dat het Openbaar Ministerie goed gewerkt heeft, of misschien zelfs de rechter tot een verstandig oordeel is gekomen. Ik verbaas me ook soms wel eens over uitspraken van rechters waarvan ik zeg, ja, dat vind ik eigenlijk niet goed. En zo kun je natuurlijk best je kanttekeningen hebben of je bezwaren hebben tegen een schikkingsvoorstel zoals dat daar gemaakt is. Leg ik u toch voor dat hij op afstand verantwoordelijk is voor het functioneren van het Openbaar Ministerie en wij als eenvoudige burgers het gevoel krijgen dat voor geld alles te koop is. Zo eenvoudig is het toch eigenlijk? Hij is verantwoordelijk, maar ik vind niet dat hij in moet grijpen. Daar zit een discrepantie in. Want op het moment dat hij dat doet, in dit individuele geval, zou hij dat dus ook morgen in een andere individuele geval. Dat is de enige reden. Maar het is toch het is staatsrechtelijk natuurlijk van grote betekenis. Mm-hmm. Dat je dat niet moet willen. Maar je kunt best zeggen dat dit een te betreuren schikking is van het Openbaar Ministerie. Maar hij heeft het zelfs van harte verdedigd. Hij zei, ze hebben het maximale eruit gehaald, heeft hij letterlijk gezegd. Ja, dat is een inschatting die het Openbaar Ministerie maakt. Want die weegt dan af. Stel voor dat we naar de rechter gaan. Wat is dan de kans dat individuele mensen veroordeeld worden? Ja. En wat is dan ook de financiële boete daarvan? Ja. En als het Openbaar Ministerie de inschatting zou maken dat die weg weinig resultaat zal opleveren, dan kan een schikking verstandiger zijn. Het enige probleem wat hier speelt, dat merk ik ook trouwens aan u en niet onbegrijpelijk, is dat je het restgevoel... Klassejustitie. Je hebt geld hier, komt ermee weg. Ja, precies. Toch? Ja, dat is toch wat er aan de hand is? Ja. Maar dat kunt u toch eigenlijk helemaal niet verdedigen als dienaar van de democratie. En hij ook niet als minister van Justitie. Nee, maar altijd in een volgend geval. Hè? Ja. Natuurlijk. Je kunt best. Ik vind dat ook wel heel goed hoor, dat nu gebeurt. Dat de vraag op tafel ligt. Moet nou in dit soort gevallen het Openbaar Ministerie dan toch maar niet rechtelijk laten vervolgen? Nou, wat vindt u? Met het risico dat er lage straffen of geen straffen komen en lagere boetes of lagere... Dan is het tenminste in een openbaar hof is het uitgevochten. Nou ja, goed, dat is de afweging dan. Ja, maar nu krijg je toch dat hele vieze gevoel van er wordt onderling wat... Trouwens, wie wordt er nog niet gestiekt misschien? Ja. Met dat steekpenninkjes hier en daar. Als dat het geval is, dan is het allemaal nog een slagje ernstiger natuurlijk. Hè, ik geloof alles tegenwoordig. Ik had ook nooit gedacht dat de minister dit zou verdedigen. Die minister zit er toch om mij te verkopen dat er in Nederland een rechtsstaat is. Ja, maar dit is ook onderdeel van de rechtsstaat. Dit is alleen toch geen rechtsstaat, dit is toch klassejustitie? Nee, dit is geen klassejustitie. Leg uit waarom niet. Omdat het een afweging is die het Openbaar Ministerie maakt om in die situatie het zo te doen. Of dat verstandig is. En of je het daarmee eens kunt zijn, ik ben het geloof ik er ook niet mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom klassejustitie is. U bent het ook niet met uw eigen minister eens? Ja, wel dat hij niet ingrijpt, maar niet als hij zegt dit vind ik een goede zaak. Oké, okay, dus u vond zijn verdediging ongelukkig? Nou, ongelukkig is een standpunt wat je inneemt. Ja, maar ik vind dat u iets te gemakkelijk die andere weg op tafel legt. En u vond zijn verdediging ongelukkig? Nee, zijn verdediging was ijzersterk. Ik ben het alleen niet met hem eens op dat punt. Oké. Okay. Nou goed, dat kan dus blijkbaar binnen de VVD. Ja. En daarom is het ook een liberale partij misschien. Moet u er kort als terugkomen als minister van Justitie? Nou, kijk, ook hier is precies dezelfde vraag als net. Ik wil daar niet op vooruitlopen. Ik vind dat hij daar zeker voor in aanmerking komt. Maar of we dat moeten doen, hangt weer af van dat hele plaatje wat we er wat straks voor hebben. Ja, dus we kwamen op de vlakte. Maar wij kiezers willen enige duidelijkheid natuurlijk. Ja, hè? Ja. U bent toch geen CDA-politicus? Nee, heeft u gelijk. En de duidelijkheid in dit land, dat gaat in twee fasen. Het eerste is dat de kiezers aan ons duidelijkheid moeten geven. Dat doen ze op de verkiezingen. Ja. En daarna, dan overzien we het slagveld. Ja. En dan is de vraag aan de orde welke partijen gaan regeren samen. Een heel traject. En pas als daar weer regeerakkoorden liggen, of in ieder geval een soort basisafspraken, komt de vraag aan de orde, hoe worden de ministeries verdeeld? En dat is een ongelooflijk onderhandelingsproces. Oké, maar een korthals die dus het odium van klassejustitie op zich heeft geworpen, die mag wel door wat u betreft. Ik vind dat korthals het zeer behoorlijk gedaan heeft en het zou voor Nederland goed zijn als die door zou gaan. Ja. Oké, dat is klare taal. Dus we weten eigenlijk dat de VVD bereid is een minister te steunen die
klassejustitie aan de burgers probeert te verkopen. Ja, ik vind die geen klassejustitie, maar als u dat vindt, mag u dat zeggen. Nou ja, ik help u op weg een beetje, hè, want dat u er wat duidelijkheid over schept. Nee, maar goed, ik denk dat veel mensen zo denken erover. Maar goed, daarmee heb ik natuurlijk niet altijd gelijk. We hadden net over het slagveld, hè. We hebben de opkomst van Pim Fortuyn momenteel. Is dat zorgelijk voor de rechtervleugel van de VVD of valt dat wel mee? Ja, dat valt nog moeilijk te zeggen. Kijk, op zichzelf vind ik, we moeten heel consequent zijn in Nederland. We hebben een veelpartijenstelsel en we zien zowel lokaal als nationaal partijen opkomen en ook trouwens weer partijen verdwijnen. Daar is op zichzelf niks mis mee. En het is misschien ook vaak wel eens een teken dat de grote partijen ook de mijnen, ook door de grote die ze hebben, ook een beetje aan het insuffen dreigen. Dus ik heb geen probleem met dit fenomeen. Dan is de tweede vraag, wat moet je vinden van lijsttrekkers van zo'n partij? Nou, even aannemende dat de heer Fortuyn ook werkelijk lijsttrekker van Leefbaar Nederland gaan worden. Ik geloof dat we dat in de loop van de maand weten. Anders komt er een lijst Fortuyn, dus dat maakt allemaal niks uit. Ik weet niet of dat nog kan, trouwens. Ja, of je nog kan inschrijven? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. In de termijn, nou, er zijn termijnen voor. Maar goed, hoe dan ook. Nou, en dan komt meneer Fortuyn. U hoopt dat die termijn verjaard is dan? Nee, helemaal niet, want ik vind het een interessante man. Okay. En ik heb ook eigenlijk niet zoveel tegen hem, behalve één ding. Namelijk? Dat hij het verkeerde programma heeft. Want kijk, wat ik gezien heb althans, dat zijn 6 velletjes waarin op allerlei onderdelen standpunten worden ingenomen. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. En dat vind ik niet zo goed als onze standpunten. Oké, dat is mooi gezegd natuurlijk. Maar er is ook iets principieels, denk ik. Hè? Je hebt 20 jaar terreur van het politiek correcte gehad. En er is eigenlijk iemand die zijn grote muil open trekt en die dingen durft te zeggen waar een groot deel van de VVD-achterban het mee eens is. Dat moet u toch zorgen baren? Ja, niet echt. Ik kijk natuurlijk ook weer. We zien nu in de peilingen dat Leefbaar Nederland wat hij doet. Ze zijn 7-8 zetels. Ja. En dan kijk je waar dat dan ongeveer vandaan gaat. Nou, dat wordt redelijk verdeeld van alle partijen. Partij van de Arbeid, VVD. Ja. Maar is het niet een beetje dat wegwerpende wat u heeft, wat eigenlijk de beste propaganda is die Fortuyn zich wensen kon? Nou, dat u het probleem wat hij aan heeft gesneden niet serieus neemt? Nee, het punt is, ik ben niet zo erg met Fortuyn en Leefbaar Nederland. Nee, bezig. Wij hebben morgen, en dat is geloof ik in uw uitzending gisteren. Wij zijn vrijdag. Wij zijn vrijdag. Hebben wij een bijeenkomst waar we verder over ons verkiezingsprogramma praten. En ik praat het liefst over ons programma en onze mensen. Ja, dus uw vragen over Korthals en Zalm zijn veel interessanter. Dat is helemaal niet waar, want u weet net zo goed als ik dat een deel van de VVD wel degelijk sympathiseert met die denkbeelden. En denk, hoe gaat u dat ondervangen? Nou, dat mag toch wel aan u vragen. Uiteindelijk toch beter op ons kunnen stemmen. Ja, dat is een beetje een kinderachtig antwoord, toch? U zult wel iets meer erover nagedacht hebben, toch? Hij boort toch een reservoir van onbehagen aan wat u ook zal zijn opgevallen als u het land in gaat. Ik zit vanaf 82 in de Kamer. Ik heb die partijen telkens gezien. Die komen natuurlijk in de Kamer. De oudere partijen waren ook partijen die op een gegeven moment appelleerden op dat gevoel van onbehagen. De SP is een partij die dat gaat. De CD heeft dat gedaan. Dus dat speelt wel vaker in de politiek. En dat kan wel eens lastig zijn voor grote partijen. Maar ik vind dat geen reden om tot grote zorgen te komen. Dus u vindt het ook niet zorgelijk dat hij zo'n potentieel aan stemmen op zich dreigt te verzamelen? Ja, zolang dat er potentieel blijft, is het niet erg. Nee, kijk, ik ga natuurlijk voor ons programma, voor onze mensen. Ja. En ik geloof in ons eigen product, zoals de vertegenwoordiger zou zeggen. Dus ik ga straks de markt op en ik ga zeggen, mensen, u moet op ons stemmen. Ik ga misschien ook nog wel een brief naar u schrijven. Stem vooral op de VVD. En wat zou de reden moeten zijn voor mij, de eerste reden om op de VVD te stemmen? Misschien ik heb het wel gedaan, hoor. Misschien ook eigenlijk wel liberaal ben. Ja, maar dan zou ik toch graag een antwoord van u verlangen op Fortuyn. Want is Fortuyn geen liberaal nu? Oh nee, dat weet ik niet of hij liberaal is. Maar het gaat mij even. Wij zijn het in ieder geval wel. Ja, maar waarom is Fortuyn geen liberaal dan? Nou, ik weet niet of hij geen liberaal is. Ik weet eigenlijk niet precies wat hij is. Want dan ga ik weer naar dat programma toe. Ja. En dat vind ik toch niet op alle punten even sterk, als ik het zo mag zeggen. Maar goed, dan ga ik het anders vragen. Wat is dan een punt in het programma van Fortuyn wat u wel sterk vindt? Waarvan u denkt, ja, daar is de VVD het mee eens. Nou ja, kijk, er is één punt waar hij natuurlijk terecht op wijst en wat in de bureaucratie en in grote partijen telkens weer bevochten moet worden. Dat is die directe communicatie met de burgers. Als ik hem goed begrepen heb, is een van zijn grote kritiek op alle grote partijen, op Den Haag, op het kabinet, is dat de afstand naar de mensen te groot wordt. Nou ja, dat is een kritiek die overigens van alle tijden is, maar hij is ook wel weer altijd waar. Want het gaat natuurlijk toch wel dat je altijd weer zorgt dat je voedingsbodem blijft houden bij de mensen voor wie we het doen. Nou kennen we in ons stelsel dat je 1 keer per 4 jaar mag stemmen. En dan zeg je, ik vertrouw u voor de komende 4 jaar. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat in de tussentijd je ook voortdurend communiceert met mensen. Mm-hmm, mm-hmm. En ik vind dat toch wel een punt waar die ons ook de spiegel telkens mee voorhoudt. Alweer komt u er heel bekwaam mee weg. Maar als ik dan bijvoorbeeld denk aan die als hij zegt Nederland is wat druk bijvoorbeeld. Hè? Heeft hij daar gelijk in? Ja, dat heb ik ook namelijk wel eens gezegd. En toen werd u niet racisme verweten, hem wel. Hoe kwam dat? Nee, maar hij is geloof ik begonnen, maar ik heb dat allemaal niet meer nagelezen. Hij is geloof ik begonnen te zeggen dat de strijd tegen de islam nu moet beginnen. Ja.
En dat daarna een discussie is dat hij zei, Nederland is vol. Dat betekent niemand er meer in. En dat hij toen, heb ik begrepen hoor, onder druk van meneer Nagel. Onder druk van meneer Nagel heeft moeten zeggen, nee, het is niet vol, maar het is knap druk. Ja, knap druk, dat kan iedereen zien. Ja. Oké, is de islam een bedreiging? Ik vind van niet. Leg uit waarom niet. Nou kijk, in de eerste plaats wens ik het principieel niet te vinden. Omdat als wij een grondwet hebben, en ik heb heel veel met de grondwet. Gewoon intellectueel, ook vanuit de manier waarop ik in het liberalisme sta. Dus als in de grondwet wordt gesproken over de grondrechten, vrijheid van godsdienst, vrijheid meningsuiting, de antidiscriminatie. Dan is de enige logische consequentie daarvan, is dat wereldgodsdiensten zoals de islam, maar ook anderen, dat die gerespecteerd dienen te worden. Maar die worden hier toch ook gerespecteerd? Nee, maar daarom dat uw vraag was of ik dat als een bedreiging zie. Ja. Het antwoord is nee. Ik zie wel in elke godsdienst een bedreiging, zodra daar het zeer fundamentalistisch wordt en ook nog gekoppeld aan geweld. Hè. Dat is natuurlijk iets wat heel actueel is op dat moment. Ja, dan zie ik het natuurlijk wel als een groot gevaar. Al die duizenden islamfundamentalisten die ook in Nederland zijn, wat denkt u daar dan over? Kijk, voor mij is belangrijker als iemand. Het is op zichzelf niet onlogisch dat als je godsdienstig bent, dat je dat heel betrokken tot in het diepste van je ziel doet. Dat zie je natuurlijk ook met de kleine rechtse partijen in de Tweede Kamer. Ik vind daar eigenlijk op zichzelf niks mis mee. Want je zou kunnen zeggen dat de SGP ook fundamentalistisch is in de manier. Ja, daar is niks mis mee. Het wordt pas mis als dan in het gedrag van mensen men of wetten gaat overtreden. Of het respectloos wordt tegenover andersdenkenden. En daar ligt voor mij de grens. Ja. Ik heb een paar maanden geleden ook, dat was naar aanleiding van een uitspraak van een imam over homoseksuelen, heb ik ook gezegd dat ik dat onaanvaardbaar vind, omdat het respectloos is. Oké, okay, als het respectloos en onaanvaardbaar is, wat is dan de logische consequentie? De logische consequentie is dat je dat met alle parlementaire en middelen die je hebt, en ook eventueel juridische middelen die je hebt, dat dient te bestrijden. Er stond verleden zaterdag in NRC Handelsblad een groot interview met een Iraanse dichter die uitlegde dat je dat mensen beter gevankelijk kunt wegvoeren, omdat ze inderdaad een stoottroep van het kwaad zijn die je grondwet bedreigen, die geen enkel respect hebben voor wat hier ook aan de hand is. Maar dan is wel het kenmerk van de rechtsstaat dat we dat niet zomaar doen. Okay. Dan doen we dat op een ordentelijke manier. U bent een liefhebber van de grondwet. Dat vindt u een kroonjuweel van het liberalisme, neem ik aan. Ja, en van de samenleving als geheel, niet alleen het liberalisme. Okay. Goed, dat komt bij Thorbecke vandaan, dacht ik in Nederland. Ja. Hè? Je hebt een discriminatiebeginsel en een recht op vrije meningsuiting. Dat bijt elkaar voortdurend. Dat antidiscriminatiebeginsel is er, ik meen in 1972, aan toegevoegd. Ja. Onder leiding van de Stalinist Joop Wolf. Ja. In welke gevallen verdient het nou de voorkeur, het een of het ander? Heeft u daar een opvatting over? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want dat heet dan in het jargon de horizontale werking van die grondrechten. Ja. Die soms conflicterend zijn. Ja. Nou, ik heb zelf erg veel meegewerkt en meegemaakt met de wetgelijke behandeling. Dat ging over de vraag of homoseksuele onderwijzers in het bijzonder onderwijs moesten worden toegelaten of niet. En dat is een hele interessante discussie geworden die uiteindelijk geleid heeft tot een zeker compromis wat we wel willen toestaan en wat niet. En de kern daarvan is dat als de grondrechten daar geen helderheid over geven, dan moet de wetgever daar helderheid over trachten te geven, per situatie. Zou die daar ook niet toe in staat zijn, dan is het uiteindelijk de rechter die dat moet afwegen. Nou, dan kom je op het punt van de vrijheid van meningsuiting. Wij hebben in de strafwet natuurlijk bepalingen dat je niet zomaar alles mag zeggen. Een belediging is natuurlijk een artikel in de strafwet. Dat beperkt je natuurlijk al in het zeggen wat je zou willen, wat sommige mensen zou willen. Ja. Dus het beperken van de vrijheid van meningsuiting, dat is op zichzelf, kan dat. Maar het gaat natuurlijk wel dat dat in redelijkheid moet gebeuren, zonder dat je daarmee treedt in een ander. Laat me nog eens een voorbeeld voorleggen. Er was een toneelstuk wat verleden jaar zou worden opgevoerd, Aisha. Dat ging over een liefde van de profeet. Ja. In het echt schijnt ze 9 te zijn geweest, maar politiek correct als we zijn, was ze 20 gemaakt voor op de planken. Nou is mijn vraag aan u, dat is door terreur en intimidatie is dat niet opgevoerd, dat stuk. En met onder andere als argument, vertolkt door Fatima Elatik, een hotemotoot uit de Hoofdstedelijke Partij van de Arbeid, dat grote groepen mensen gekwetst erdoor worden. Ja. Is het recht om te kwetsen ook niet een fundamenteel onderdeel van vrije meningsuiting? Ja, misschien moet je toch een onderscheid maken. Ik vind zelf dat in de sector van de kunst we heel veel vrijheid moeten geven. En iemand die dat niet wil, die hoeft er dus ook niet naartoe. Mm-hmm. En dus op dat terrein zou ik het slecht vinden als wij daar dus de kunst aan banden leggen. Er is misschien wel een uiterste grens, maar die ga ik niet zitten bepalen. Dat moet maar een rechter doen. En waar moeten we dan strenger zijn volgens u?
Waar het moeilijker wordt, is gewoon in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld in het respecteren van mensen naar hun seksuele geaardheid. Mm-hmm. En daar doet zich natuurlijk een lastig probleem voor. Want als een bepaalde godsdienst zegt, wij vinden dat homoseksualiteit niet past in onze visie, godsbeeld en wat dan ook, vind ik wel dat dat gezegd mag worden. Mm-hmm. Maar de volgende stap om dan ook daadwerkelijk homoseksuelen in hun rechten te beknotten, want dat zou dan de logische consequentie zijn. Ja, dat gaat mij nou een slag te ver. Ja. En we zien dat bijvoorbeeld met de SGP, met de vrouwen. Ja, ja. Daar doet die discussie zich volop. Het kost overigens een zetel, heb ik gelezen, dus wat dat betreft. Ja. Maar zouden we niet veel verder de grondwet moeten verdedigen? Juist mensen zoals u, ja, maar die van het gematigde midden komen. Ja, maar dat probeer ik wel. Dat is echt voor mij heel fundamenteel. Maar het is niet zo te merken. Hoe komt dat toch? Ja, dat vind ik niet fair dat u dat zegt. Want ik heb dat punt van die nog een paar maanden geleden was dat het centrale thema in de toespraak op mijn eigen partij. Maar u zou niet bereid zijn om te zeggen dat er bepaalde uitwassen van de islam zijn waarvoor we ons zorgen moeten maken, zoals die onverdraagzaamheid. Niet zoals u het zo zegt. Ik ben te rigide daarin, vind ik. Nee, maar dit is een inhoudsloze zin. Dan moet je preciezer in zijn. Wat zijn dan de bezwaren uit de islam die strijdig zijn met andere grondrechten en dus veroordeeld moeten worden? Het opvoeren van een toneelstuk bijvoorbeeld, dat niet door kan. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Nee, ik vind dat dat wel doorgevoerd moet kunnen worden. Dus u vindt ook dat de overheid eventueel zou moeten ingrijpen en zou moeten eisen dat het werd opgevoerd? Omdat eisen is te ver, maar in ieder geval niet dat de overheid dan zegt wij vinden dat dit verhinderd moet worden. We hebben het met die film van Ajax bijvoorbeeld ook gehad. Ja. Dat is op een andere manier verhinderen dat iets wordt. Een officier van justitie vond daar in Utrecht ook dat het te veel geld kost om die twee bezoekers te hebben. Ja, en dat vond ik dus op dat moment een slecht argument als je even nadenkt over wat het gevolg is van het verbieden van zoiets. Ik hoor al 8 jaar dat er meer politieagenten op straat zullen komen, dat de veiligheid zal toenemen. Het issue van de verkiezingen misschien wel. Waarom lukt dat toch niet om de burgers een wat veiliger gevoel te geven over wat er hier op straat gebeurt? Omdat het een veel ingewikkeld vraagstuk is. In de eerste plaats, als je praat over onveiligheid, zijn de mogelijkheden die de overheid heeft om dat te bestrijden, die zijn toch maar beperkt, als althans de mensen zelf niet hun verantwoordelijkheid nemen. Een groot deel van de onveiligheid zit bij de mensen zelf. Laat ik nemen de jeugdcriminaliteit. Ik vind dat een ernstig probleem in Nederland. De eerste die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn de ouders van die kinderen. Ik praat even over minderjarige kinderen. Mm-hmm. Dus dan kun je nog zoveel agenten kun je op straat zetten. Als niet mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dan lig je aan de slag achter. Dat is vraagstuk 1. Vraagstuk 2 is dat ik denk dat we in Nederland wel wat achterliggen in de capaciteit met het aantal politiemensen. En daar hoort ook bij trouwens het Openbaar Ministerie en de gevangenissen. Maar of de effectiviteit van de inzet van die politie nou zo groot is, heb ik ook wel mijn vraagtekens over. Heel veel regels waar ze aan gebonden zijn, veel bureaucratie. Dus het daadwerkelijk het uitvoerende werk doen, dat blijft permanent onder druk staan. Maar nog heeft u tenminste 8 jaar de tijd gehad om daar wat aan te doen. En nog steeds staan we met lege handen. Waar moet ik op uw stem staan? Het gaat van liever leeg gaat het verder, maar dit is een langzaam proces. Ja. Dus dat is wat u aan ons thuis wil verkopen. U zult zich voortdurend voorlopig onveilig blijven voelen, want het is een langzaam proces. Nee, ik denk dat we reëel moeten zijn, is dat alle westerse samenlevingen dit kenmerk van onveiligheid in zich hebben. En dat het heel veel moeite kost om dat structureel veranderd te krijgen. Nou, ik dacht dat in de vergelijkende onderzoeken Amsterdam bijvoorbeeld wel slecht afkwam. Als je het vergelijkt met Brussel of Parijs. Nou, dat zou ik niet zo even zeggen, ik heb de cijfers niet meteen paraat, maar dat is toch niet wel geval. Ik vrees dat in alle grote steden in de wereld, en ik praat me even met name over de westerse landen, heel veel identiek is op het terrein van onveiligheid. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die grote steden. Ik bedoel, er zit ook iets wel in de grote stad, dat als magneet en dat trekt van alles aan. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om onveiligheid in hele andere delen van het land. En wat je vaak hoort ook op het platteland is dat ze zeggen, ja, het is bij ons ook maar onveiliger geworden. Nou, is het onveilig worden op het platteland, is dat er veel meer wordt ingebroken in de schuurtjes. Terwijl hier in Amsterdam, als het in het schuurtje ingebroken wordt, men zegt, nou ja, dat... Er zijn hier wat minder schuurtjes misschien ook. Dat zou kunnen. Nee, maar de maatstaven liggen anders natuurlijk. Oké, maar toch. Ja. Maar het is heel weinig te bieden eigenlijk, hè, na 8 jaar paars op dat gebied. Nou, dat vind ik ook. Pap en Nathouwers, ook dat er heel veel goed tot stand is gekomen. Ja, wat moet u anders zeggen? Maar tegelijkertijd, nee, wat is dan het perspectief? Nee, wat is dan het perspectief wat we hebben? Dan komt u, het is een langzaam proces. Nee, maar kijk, er zijn een aantal dingen waar ik vind dat Nederland zeer trots op mag zijn. Wij zijn een zeer welvarend land.
In historisch perspectief zijn we nog nooit zo welvarend geweest. In internationaal perspectief staan we bovenaan. En er zijn heel veel mensen in Nederland die gelukkig kunnen profiteren van die welvaart. Ja. En daar zit achter verscholen de economische groei en de zegeningen van Paars, ja. Ja, van Paars en van degene die het gedaan hebben, okay. Die minister zitten. Dus mooi gezegd, meneer Dijkstra, maar nu concreet. Maar bent u het met mij eens? Want het heeft geen zin dit gesprek op dit punt voor te zetten. Als u wil negeren wat voor belangrijk is. Neem ik werk een beetje scoort voor open doel. Ik bedoel, dat er een periode van 10 jaar geweest is dat er geen recessie was, betekent niet dat uw verdienste of de verdienste van Paars is, toch? Nee. Het zou heel raar zijn geweest als Nederland niet had geprofiteerd van de goede en bloeiende. Er zijn wel een paar dingen die de overheid wel moest doen. Kijk, als ik denk over de werkeloosheid, dat vond ik het grootste probleem in 1940. De campagnes toen gingen over 3 woorden. Werk, werk en nog eens werk. Ja. En als je dus in die periode dan ziet dat het ons gelukt is die werkloosheid tot frictiewerkloosheid